Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de LG G3. Welkom bij Hardware Info TV. Een tijdje geleden hadden we er al een preview van en nu hebben we het toestel daadwerkelijk in huis. De LG G3, ofwel de high-end smartphone die het rijtje van Samsung, Sony en HTC moet gaan aanvullen. Ja, het worden er steeds meer. We hebben dus inderdaad nu alle vier op tafel liggen. Dus de 2014 high-end modellen van de grote vier Android fabrikanten. En het is, als je ze zo op het eerste gezicht bekijkt, lijkt het meer van hetzelfde. Maar dat is het toch niet helemaal, want het grootste punt waar LG zich onderscheidt van de rest is het beeldscherm. Ja, daar hadden we het inderdaad in onze preview al over en dat blijft het grootste verschil. De andere drie, Samsung, HTC en Sony, kozen allemaal voor Full HD resolutie. En LG is de eerste die een zogenaamd WQ HD scherm in een telefoon lepelt, ofwel 2560 bij 1440 pixels. En in de preview had het er al over, bij Full HD kun je al met de best wil van de wereld pixels niet van elkaar onderscheiden. Bij WQ HD kan dat gewoon echt zeker niet. Nee, en het scherm is 5,5 inch groot, waarmee die net ietsjes groter is dan die van de rest. Terwijl ze de behuizing trouwens ongeveer op hetzelfde formaat hebben weten te houden. Dat is echt allemaal binnen millimeters van elkaar, dus dat is heel erg knap. Ja. En dit is wat je zegt, de pixeldichtheid is zo ongelooflijk hoog. Het is 538 pixels per inch. Nou, dat konden we ons een paar jaar geleden echt niet voorstellen. LG zei zelf in hun presentaties en ook in de reviewers guide die ze naar ons hebben gestuurd, pagina's lang over waarom dat wel degelijk nut heeft. Nou, ik heb uiteraard goed zitten kijken van, zie je het in de praktijk, het verschil? Ja. En ik moet zeggen, ja en nee. Ik heb hem heel goed vergeleken met de Sony. Die heeft een 5,2 inch en komt daarmee het dichtst in de buurt qua schermformaat, alleen dan op Full HD. En je ziet inderdaad dat tekst net ietsje scherper is. Je ziet ook dat foto's die je op high-res bekijkt, dat er net iets meer detail in zit. Maar dat is op een afstand van 25 centimeter. En hou ik ze verder van mijn oog af, zie ik in ieder geval echt geen verschil meer. Ja, en je zegt net ietsje scherper, net ietsjes meer detail. Ja. Dat klinkt bij mij niet als we moeten nu allemaal twee rijen dik voor de winkel om een WQ HD-telefoon te gaan kopen. Nee, want daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een iets verbetering, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik zie helemaal geen verschil. Nou, dat is gewoon niet waar. Dat kan wellicht aan je ogen liggen, maar als je goede ogen hebt en op korte afstand zie je het wel degelijk, maar op een normale gebruiksafstand ga je zeker als je een blinde test doet met het ene scherm en het andere en je weet niet wat je voor je ogen hebt, ga je het niet zien. Ja. De stap is aanzienlijk kleiner dan die we hadden bij 27p, zeg maar, naar Full HD. En daarvan zeiden we al van, ja, het is arbitrair of dat nou echt nodig is, zeker bij schermen kleiner dan 5 inch. Nu heeft de resolutie als dat ook nog wel gevolgen voor de prestaties. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst even de rest van de specificaties af. Afmeting hadden we het al over gehad. Dan de processor. Een Qualcomm Snapdragon 801, ofwel exact dezelfde chip als in die andere drie high-end modellen. Al is het wel zo dat misschien wel wie het meest betaalt bij Qualcomm mag de hoogste klokfrequentie krijgen. Ja, er zijn twee varianten van en het heeft ook weer invloed op de accuduur natuurlijk. Dus het is net welke keuze je wil maken. Net als Samsung kiest ook LG voor de 2,5 gigahertz variant. Het is trouwens wel interessant waarom hier nog die 801 in zit. Want hij is ruim later dan de andere drie telefoons. Nou, dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat LG dat gewoon zo heeft gepland. Nou, dat ligt niet echt heel erg voor de hand. Het kan zijn dat het met het beeldscherm te maken heeft dat nog niet af was. Maar wellicht heeft het ook mee te maken dat LG hier eigenlijk liever die 805 in had gehad. En als we straks naar de prestaties kijken, dan valt daar ook wel wat over te zeggen. Ja. Maar dat is dus kennelijk in ieder geval niet 805 is het komende topmodel. Ja, dat is de nieuwe Qualcomm processor die een aantal verbeteringen heeft, maar met name ook weer een veel snellere GPU. Ja. Wat bij een scherm met deze resolutie geen overbodige luxe is, feitelijk. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Hij is er nu met de Snapdragon 801. Ja, voor de duidelijkheid, Qualcomm had ons al eens op beurzen gezegd, de eerste smartphones met Snapdragon 805 moeten in het tweede kwartaal van 2014 in de winkel liggen. Ja, dat zeiden ze op Mobile World Congress. Dus in maart zeiden ze dat tegen mij. Dan moeten we zeggen, op het moment dat we dit opnemen is juni nog niet voorbij. Maar de kans dat ze dat gaan halen lijkt me toch echt gewoon is heel klein. Ja, is heel klein. Maar in ieder geval, deze telefoon heeft het in ieder geval niet gekregen. Het is nog gewoon een 801. Wat trouwens wel interessant is, dat ondanks dat ze dus een beter scherm, althans een scherm met een hogere resolutie erin hebben gestopt, dat de prijs toch heel scherp is. Want hoewel we hier in de gemiddelde prijs van onze prijsvergelijker nog wat hoge prijzen zien, wat ermee te maken heeft dat die nog niet te koop is en sommige shops dus wat hoge prijzen was neerzetten, gaat die 549 euro advies kosten. Dus zal in de praktijk nog wat lager komen te liggen.
En dat is dan voor de versie met 2 gig werkgeheugen en 16 gig opslag. Er komt er ook eentje met 3 gig en 32 gig. En die gaat 5,99 kosten. Ja. Dan zien we inmiddels wel dat ook de andere drie in prijs aan het dalen zijn. Maar... Ja, want ook de andere drie komen standaard met 16 gigabyte geheugen. Dus zijn wat dat betreft redelijk vergelijkbaar. Zeker, maar dan zien we nu ook van dat de prijzen vanaf zo'n €550 zijn. Gemiddeld echt nog wel aardig hoger. Maar die zijn inmiddels ook wel echt door de €600 grens heen aan het zakken. Dus zelfs als je geen LG G3 telefoon wil, dan moet je er wel blij mee zijn dat die komt. Want die zorgt er in ieder geval voor dat de telefoons van andere drie fabrikanten goedkoper worden. Maar dat zeg ik, zorgt in ieder geval weer voor wat prijserosie in de markt. En dat zal ook nog wel gaan. Het is nog even afwachten voor hoeveel die daadwerkelijk straks in de winkel ligt. Zeker na een paar weken, nadat hij is gelanceerd. Want hij komt dus begin juli komt hij echt op de markt. Dus ik denk dat we eind juli echt goed weten hoe de prijsniveaus liggen. Maar hij zal in ieder geval niet duurder zijn dan de rest. Ja. Nou, één dingetje uit de lijst specificatie waar we niet over hebben gehad is de camera. Er zit een 13 megapixel exemplaar in. Dat is ietsje minder dan bij Sony en Samsung. Wel ietsje meer dan HTC. Maar de laatste tijd weten we, het aantal megapixels zegt heel weinig over de daadwerkelijke kwaliteit van de camera. Ja, en wat ze hebben gedaan is nogal wat aardig. Ze hebben er laser autofocus aan toegevoegd. En toen ik dat voor het eerst lag, dacht ik van, nou, dat is zoiets wat zeg maar een extra hulplicht is, alleen dan onzichtbaar voor ons, maar waar het gewoon met contrast autodetectie werkt om samen scherp te stellen. Dat is niet zo. Er komt echt een gewichte laserstraal uit waarbij die meet hoe lang het duurt voordat die terugkomt. Dus dat werkt los van het lenssysteem. En dat is wel heel tof. En hij meet echt letterlijk de afstand. Hij meet letterlijk de afstand en bepaalt aan de hand daarvan hoe hij moet scherpstellen. En dat werkt heel erg goed. Zeker op korte afstanden merk je dat hij aanzienlijk sneller scherpstelt dan andere toestellen. En dat ook als het donker wordt, dat hij daar eigenlijk geen last van heeft. Dus dat hij gewoon ook in donkere situaties goed blijft scherpstellen. Terwijl bij andere camera's vaak ziet dat hij zoekt, dus dan zie je de focus heen en weer gaan. Ja. Nou, dat is hierbij feitelijk niet aan de hand. En dat betekent de facto dat je gewoon snellere foto kunt maken. En volgens mij is dat een van de grote frustraties van veel mensen bij in smartphones geïntegreerde camera's, dat je kind doet wat leuks en het duurt te lang voordat dat ding daadwerkelijk een foto maakt. Ja, nou, er zijn meerdere componenten die ermee te maken hebben. Scherpstellen is er eentje van. Nu moet ik wel zeggen, overdag is het verschil tussen deze en de andere eigenlijk niet zo heel erg groot, want ze zijn allemaal redelijk snel. LG zegt zelf binnen iets meer dan een kwart van een seconde. Nou ja, laat de rest ietsjes langzamer zijn of in sommige gevallen ietsje sneller, maar het is met name in donker dat hij het echt een stuk beter doet. Ja. Waarbij we wel moeten aantekenen dat op grote afstanden die laser eigenlijk geen voordeel meer heeft, want dan werkt het gewoon niet. Dus het is zeg maar pak een beet wat ik zelf heb gemerkt tot een meter of 4-5 dat echt heel goed werkt. Ja. Nou, dan de prestaties. CPU benchmarks hebben we niet eens in het ding gezet, want daar kunnen we heel, heel eerlijk over zijn. Ja, het zit allemaal dezelfde chip in en die 100 MHz meer of minder maakt ook allemaal niet veel uit. Allemaal bloedsnel. Het zijn de 3D benchmarks en we hebben hier GFX bench, zowel de Manhattan als de T-Rex onderdeel neergezet. Bij de 3D benchmarks zien we wat interessants, want je kunt het compleet verklaren bij de offscreen variant, waar er niet daadwerkelijk naar het scherm gerenderd wordt. Zijn de prestaties vrijwel gelijk met de andere, want de chip is even snel. Ja, doen ze het allemaal dus offscreen in 1080p feitelijk. Ja. En onscreen is het toch echt een flink verschil. Ja, want die extra pixels, zeker in 3D, is het gewoon niet gratis om die te renderen. Dat kost gewoon rekenkracht. Ja, dat zien we terug. Zowel in de Manhattan als in de T-Rex score zie je dat hij gewoon echt aanzienlijk moet toegeven op de andere modellen die een full HD scherm hebben. Er gaat ongeveer een derde vanaf. Dat komt ook wel ongeveer overeen met de extra resolutie. Het zit niet helemaal gelijk, maar dat is ongeveer wat je ziet. En je merkt dus ook dat in moderne 3D games, hebben we ook geprobeerd, is die gewoon wat minder vloeiend dan de andere toestellen. En dan zou je dus zelfs nog gewoon kunnen concluderen dat als je veel gamet op je toestel en je ziet het verschil in resolutie eigenlijk toch bijna niet, dat je dus misschien nog beter zo'n toestel met full HD-resolutie kunt nemen. Sterker nog, als ze er zouden zijn, zou je dan zelfs beter nog een 27p-scherm, een telefoon met een 27p-scherm kunnen nemen met diezelfde processor. Want meer pixels, het is gewoon niet gratis om dat te renderen. Ja. Nou, en dan nog even de accuduur. Zoals altijd meten we dat op twee verschillende manieren. Eén, wat wij maar noemen de torture-test, waarbij we een telefoon vol belasten door hem de Sunspider benchmark maar continu te laten draaien en op de achtergrond ook nog eens muziek te laten afspelen. Tweede test is het afspelen van video van een film en kijken hoe lang je dat volhoudt. In beide gevallen houd ik niet echt over. Nee, in de Sunspider test zien we dat die van de vier modellen de hekkensluiter is. Zeg maar, op ongeveer 2/3 van wat het beste apparaat doet. Dus dat is al niet heel best. Maar we weten gewoon dat die 801 processors, alle apparaten met een 801 doen het gewoon niet heel erg goed in deze test. Die 801, als je die volop op zijn staart trapt, verbruikt hij gewoon veel energie. Daar valt niks aan te doen. Ja. Maar wat we ook zien is dat in onze videotest, waarbij we dus video afspelen, en voor de duidelijkheid, we stellen de helderheid van alle schermen gelijk af. Het is natuurlijk wel zo dat het scherm is groter en heeft meer pixels. Nou ja, dat zien we ook weer terug, want dat kost dus wel echt veel meer energie. Want hier zie je dus echt wel, na 326 minuten houdt het ermee op de LG. En dat is iets meer dan 5,5 uur. Ja. Dat is iets minder dan 5,5 uur zelfs. Terwijl het beste model uit de test, de Samsung, die houdt het gewoon 17 uur vol. Dat is een factor 3. Ja, dat is echt een enorm verschil. Ja, als je puur naar de specificaties en de prijs kijkt, denk je van joh, Sony, Samsung, HTC, ze kunnen inpakken, want LG gaat ze helemaal wegvegen. Maar als je er dus naar de prestaties kijkt en daar wat langer over nadenkt,
Is dat verhaal in ieder geval een stuk genuanceerder. Ja, het is niet alleen maar, Hosanna wat er over de telefoon te vertellen. Het is wel echt een heel mooi toestel, want laten we het ook nog even over het uiterlijk hebben. We hadden het er dus al over dat hij eigenlijk qua formaat net zo groot is als de rest, op millimeter werk na, maar dat het scherm een heel stuk groter is. Ja. Hij is van kunststof, de achterkant ziet er metallic uit, hebben we het bij onze preview ook al over gehad. Is geen metaal, ziet er wel metallic uit. Vingerafdrukken zijn redelijk onzichtbaar voor een plastic achterkant. De backbuttons zitten er weer op, dus met de volumeknop en de powerknop, zodat je tijdens het bellen makkelijk kan wisselen. Waarvan ik zelf eigenlijk het grootste voordeel vind, dat ze niet meer in de zijkant zitten, dus dat je ze niet per ongeluk inknijpt. Allemaal goed wat mij betreft. De bouwkwaliteit is goed. Het toestel is lekker licht. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de HTC. Die is echt een stuk zwaarder. Ja. Ook qua software hebben ze goede stappen gemaakt wat mij betreft. Want van LG weten we dat ze tot nu toe eigenlijk vrij felle iconen hadden met veel details erin. Knoppen in 3D. Allemaal redelijk veel opschrik. Koreaans. Ja, nou dat is nu verdwenen. Het is allemaal flat geworden wat we eigenlijk in heel de markt zien. Apple is daar een beetje mee begonnen. En iedereen doet dat nu. Dus mooie ronde icoontjes. Weinig kleuren. Met name pastelkleuren. Een stuk eenvoudiger gemaakt. LG zegt zelf ook, simpel is de nieuwe smart. Nou, dat is natuurlijk een mooie marketingcreet, maar die hebben ze wel echt doorgevoerd, want er zitten wel een aantal verbeteringen, met name op het eenvoudiger maken van de telefoon. En dat is wel echt een goede stap wat mij betreft. Duidelijk verhaal. Nou, het is allemaal uitgebreid terug te lezen binnenkort in onze review van de LG G3. En dan weer gewoon het eind van deze aflevering van Hard Info TV. Maandag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de 3 dagen dat wij nieuwe afleveringen hebben. Zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Er zit ook een 32 gigabyte eMMC geheugentje op, waarmee die flash-achtige prestaties krijgt. Dus ja, kijk, als apparaat is dit lekker vlot. Ja. In deze base zit een tweede accu en ook een extra harde schijf van 500 gigabyte. En dat is redelijk bijzonder, want tablets met een keyboard dock waar een accu in zit, dat hebben we heel vaak.